Deze grijze Hyundai 120 SW is tussen donderdag 10 en zaterdag 12 augustus gestolen in Breda. Op zondag 13 augustus wordt de auto geparkeerd aan de Stellingmolen in Papendrecht. Een man stapt uit. Hij giet een jerrycan met een vloeistof, waarschijnlijk benzine, leeg op en in de auto. Hij neemt rustig de tijd. Hij stopt de jerrycan in een vuilniszak. Vervolgens steekt hij de auto in brand en gaat hij er vandoor. Binnen no time staat de auto in lichte laaien. Dikke rookwolken trekken in de richting van de huizen naast de parkeerplaats. De Papendrechtse brandweer kan, voordat de vlammen over zouden kunnen slaan, de brand gelukkig vrij snel blussen. Of de gefilmde man ook degene is die de auto heeft gestolen in Breda, is niet zeker. Maar dat hij in een gestolen auto aankomt en hem vervolgens in brand steekt, dat is helder. Wie is hij? Laat het weten via 0800 6070. Of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.